Wat ik probeer te bereiken is dat leiderschap is geen functie, maar is gewoon een eigenschap. Het doel is dat we als bedrijf nog steeds wendbaar zijn, snel beslissingen kunnen nemen en weinig overheid en bureaucratie. Als college drop-out startte hij een succesvol IT-bedrijf. Maar ja, een organisatie dat groeit, daar komt bureaucratie bij kijken. Dat moest anders, dacht hij. En hij maakte de organisatie zelfsturend. Hoe dat in de praktijk werkt, vertelt mijn gast. Oprichter van Computest, Hartger Ruis. Hartger, welkom. Ja, bedankt. Ja, het lijkt me heerlijk. Een bedrijf wat zichzelf min of meer runt. Is zelfsturing dan ook niet vooral een cadeautje voor de ondernemer uiteindelijk? Ja, zo zou je het kunnen zien. Zo in de ideale wereld zou het zo zijn, zeg maar, denk ik. Maar dat is uiteraard niet helemaal op die manier. Er komt wat meer bij kijken dan zo simpel. Ja, in principe wel. Ja, het is niet. Ik moet ook eerlijk zeggen, in de markt wordt zelfsturend natuurlijk echt als woord echt veel gebruikt en gedaan. Ik praat altijd zelf liever over zelforganiserend dan daadwerkelijk echt zelfsturend. Want wat is zelfsturend zou echt betekenen dat je alles zelf kan bepalen en dat wij spreken ook een slager kunnen oprichten op andere zaken, zeg maar. Dus je stelt wel een soort van randvoorwaarden. Juist, ja. Zelforganiserend. Ja, vind ik zelf iets betere term, maar goed, zelfsturend is wel wat de gangbare term als mensen gaan googlen. Precies. Als je de kijkers moet uitleggen, wat houdt een zelfsturende organisatie dan precies in? Hoe zou je dat vertellen? Nou, het begint eigenlijk al. Ik begin eigenlijk altijd bij het makkelijkste voorbeeld. Iedereen is wel eens een keer met een reisleider door de stad gelopen waarschijnlijk, waar ze zo'n mooi vlaggetje voor zich houden. En dan vraag ik aan iedereen, als jij achter diegene bent aangelopen door heel de stad heen, door een buitenlandse stad die je niet weet hoe je moet lopen, en ik vraag je om exact hetzelfde terug te lopen als dat je gelopen hebt met die reisleider. Hoeveel mensen zouden dat daadwerkelijk kunnen? Want de meeste mensen stoppen met nadenken, omdat het enige wat ze hoeven te doen is het vlaggetje volgen. En dat is eigenlijk ook de synoniem wat ik zie bij de traditionele organisatiestructuren van die er nu zijn, is er een manager die het vlaggetje voor ophoudt en iedereen stopt met nadenken. Dus leiders er maar achteraan. Ja, en holt er maar achteraan en doet degene wat hem opgedragen wordt en dat is het, zeg maar. En wat ik probeer te bereiken is dat leiderschap is geen functie, maar is gewoon een eigenschap. En iedereen die heeft, moet die proberen te zien ontberen en daardoor creëer je veel meer creativiteit in je organisatie, maar ook wel echt veel meer snelheid. Computest, jullie doen eigenlijk drie dingen op het gebied van IT. Security, performance en functioneel testen. Functioneel testen. En dan voornamelijk geautomatiseerd. Eigenlijk vooral de hele softwarekwaliteit, dat heeft onze aandacht. Zeg maar. Dus alles wat met kwaliteit is, of het nou veiligheid is, of snelheid, of betrouwbaarheid. Zeg maar. Dus jullie maken eigenlijk niet zoveel dingen zelf, maar jullie kijken vooral naar systemen van anderen, of dat allemaal goed loopt en hoe dat beter zou kunnen. Ja. Juist, ja. En we maken ook zelf nog software, maar die is dan ook weer geënt om uiteindelijk bedrijven weer beter te maken in hetgene wat ze doen, zeg maar. Dus de kwaliteit te verhogen. Dat zelfsturing, toen je dat ging invoeren. Het klinkt altijd heel mooi, hè? Ja. Hier is het doel. Ja. Doe het maar. Ik kan me voorstellen dat in de praktijk, zeker in de beginfase, dat anders loopt. Hoe werd het ontvangen door de organisatie? Nou, je kwam een dag op kantoor. Ja, over het algemeen. Je de mail? Op een gegeven moment wat we hebben gedaan hebben is. Ik wou dat die kant op eenmaal uitgewerkt. Ook gepresenteerd. Gewoon uit aan heel al personeel. En we zijn toen ook met een pilotteam gestart. Zeg maar. Dus één team die op die manier al een beetje ging werken. Wacht best wel natuurlijk uiteraard veel rumoer. Want we hadden een sales team. We hadden een delivery team. We hadden administratie. We hadden van allemaal soorten teampjes die aan het werk waren en we hebben alles door elkaar gehusseld. Zeg maar. Dus dat is natuurlijk wel. Ja, verandering is natuurlijk. Ik zeg wel eens, verandering vinden mensen per definitie vaak eng. Ja. Slecht is misschien verkeerd woord, maar eng. Dus of dat wordt nooit heel positief ervaren. Want het is toch goed hoe het is. Hoe merk je dat in die organisatie? Ze zullen misschien niet tegen je direct zeggen van Hartger, wat ben je nu voor idioot concept aan het uitwerken? Maar hoe merk je dat in die organisatie dat ze het een beetje eng vonden? Nou, er werd wel heel veel naar gekeken in hoe we. Er werd heel erg naar dat pilotteam gekeken ook. En mensen proberen toch ook wel een beetje dan te kijken naar de dingen die dan niet goed gaan uiteindelijk daarin. Mm-hmm. Wat je ook merkt is, omdat we met zo'n pilotteam starten, dat was eigenlijk achteraf niet eens zo'n heel goed idee. Want iedereen die nog op de traditionele manier werkte, was ook een soort onrust. Want die denkt, er gaat straks iets veranderen. Of niet, weet je wel. Dus daarin. Dus eigenlijk was het pilot-idee niet het beste idee. Nee, achteraf had ik dat beter in één keer kunnen doen. Maar misschien
is dat vanuit mijn positie niet het beste. Ik denk misschien van de medewerkers dat die dat misschien toch wel weer anders hebben ervaren. Omdat het dan een soort van, het komt eraan. Want nu heb je meerdere teams die zo werken. Ja, eigenlijk heel het bedrijf eigenlijk. Het hele bedrijf? Ja. Groepen van 12 werk je mee? Nou, maximaal 12. Wij hebben twee takken van sport. Wij detacheren mensen fulltime bij opdrachtgevers. Mm-hmm. En we doen aan de andere kant ook projecten. Fixprijsprojecten voor onze klanten, zeg maar. Voor de detacheringkant, daar hebben we groepen die max 12 man zijn. Maar dat zijn echt de sociale teams. Dus die doen heel veel ook sociaal met elkaar. Want ja, die zitten wel zelf fulltime bij een opdrachtgever. Dus qua een beetje bedrijfsbinding. Ja, voor de bedrijfsbinding en al dat soort zaken. En die proberen we wel, bijvoorbeeld met salarissen en met of ze dingen kunnen bestellen, proberen we allemaal wel heel erg zelf organiserend en zelfsturend te houden. Alleen ja, uiteindelijk zit het nog wel bij een opdrachtgever die bepaalt wat ze daar zouden moeten gaan doen, zeg maar. Of samen met hun bepalen wat ze moeten doen. Dus. En de projectteams zijn wat meer gewoon echt in-house, volledig zelf opererend. Ja. Sales doen ze ook? Ja, dus die teams zijn echt verantwoordelijk van het binnenhalen van het werk. Dus de lead creëren, tot uiteindelijk ook de factuur betaald krijgen. Zeg maar, echt dat hele stuk, zeg maar. Dus we hebben inderdaad een sales in het team. We hebben hackers erin, we hebben performance testers erin. En die samen zijn gericht op een vertical en proberen zo hun dingen te doen, helemaal zelfsturend. Het lijkt me wel lastig als je met dat soort teams werkt. Van als je iemand er nieuw bij krijgt, wanneer ga je een nieuwe unit creëren? Ja. Je neemt wat meer mensen aan. Ja. Zet je ze dan in de beginfase nog even ergens anders bij? Of? Ja, wat we nu. Kijk, er zijn twee dingen die super lastig zijn met units. Enerzijds, als je weer zelfsturend begint, eerst hebben we gezegd van we geven alles vrij. Er zijn eigenlijk bijna geen regels. Dat ging ook niet helemaal goed. Want mensen durven dan toch niet altijd keuzes en beslissingen te maken. Omdat ze eigenlijk niet weten, waar ligt de grens? Ja. Tot waar mag ik dan die keuzes maken en dat soort dingen? Dus op een gegeven moment zijn we ook wel echt gaan opstellen wat die grenzen dan. Dus zijn. En toen begon het beter te werken. Omdat mensen. Heb je een voorbeeld van dat soort grenzen? Wat stel je dan op voor ze? Waar moeten ze zich aan houden? Een hele simpele die wij hebben is als mensen iets willen bestellen. Bijvoorbeeld een boek of een nieuwe muis of een nieuw toetsenbord. Dan zeggen we eigenlijk nu tot de €200 moet je gewoon twee medewerkers vragen dat ze het ook goed vinden. En dan mag je het gewoon uitgeven en dan schiet je het zo voor en dan betalen we binnen een week aan je terug. En daardoor creëer je ineens dat mensen zeggen, nou, mijn muis is kapot of half kapot. Dan hoeft het niet naar een centrale afdeling. Nee, ze gaan gelijk bestellen een muis. Nadeel is dat je niet centraal kan inkopen, maar de effectiviteit die we ermee bereiken, die is hoger dan die extra kosten die we daarmee. En als je het over grotere dingen gaat hebben, leaseauto's, grote schermen misschien om de data op te projecteren. Ja, dat is eigenlijk ook allemaal vrij simpel. In principe kunnen mensen dat zelf, want die regels zijn gewoon heel duidelijk wanneer je een nieuwe auto mag. Mm-hmm. En in welke regio je zit en hoeveel budget je hebt. Dus dat is eigenlijk helemaal. Je kan het gewoon terugvinden in het handboek. Ja, in het handboek in die zin en wanneer je hebt. En bij ons zijn de meeste mensen nog wel aardig leaseauto georiënteerd. Dus dat zullen we. Dat zullen ze niet gaan vergeten. Ja. Dus die weten die regeltjes wel. Zeg maar. Hoe werkt het voor jou? Want wat is jouw rol nog in de organisatie? Je komt één keer per dag even binnenwandelen en kijkt hoe het ervoor staat. Of doe je operationeel ook nog echt taak? Nou ja, het is. Ik denk de grootste fout is te denken dat bij zelfsturend of zelforganiserend dat er niet gestuurd moet worden. Er moet nog zeker wel af en toe gestuurd worden, zeg maar. Voelt het team wel echt alsof het hun eigen mini-competent is hun eigen bedrijfje, zeg maar. Dus die verantwoordelijkheid zie je ook echt en die pakken ze ook echt. Weet je ook het salaris van elkaar? Wij zelf als organisatie hebben dat nog niet echt open. De hele salarisstructuur zelf. Volgens mij wordt er wel veel over gesproken. Maar wat we wel doen is, wij geven wel een pot geld aan een team. Dus als er salarisverhogingen zijn, dan krijgen ze gewoon, het team krijgt zeg maar eventjes, €2000 per maand erbij. Mm-hmm. En dat gaan ze dan zelf onderling verdelen, zeg maar. Oké, en wat is dan de reden dat ze nog niet alles openbaar? Je kan natuurlijk die keuze maken, hè? Radicaal transparant. Ja. Wat is de reden dat dat nog niet is gebeurd? Of is dat een wens misschien wel? Of nou ja, juist expliciet niet? In principe sta ik daar open voor om dat te doen. Alleen ik merk dat daar intern nog wel wat weerstand in. En het hoeft niet een. Kijk, uiteindelijk. Wat zou de reden voor kunnen zijn? Het gaat om uiteindelijk om de. Zelfsturing is of zelforganisering is geen doel op zich. Dus het hoeft niet allemaal exact eenmaal transparant open zijn, het moet het ook uiteindelijk waarde toevoegen, zeg maar, voor de organisatie en voor onze klanten. Zeg maar. En ook de blijheid van medewerkers vind ik ook echt super belangrijk. En sommigen worden daar ook wel een beetje zenuwachtig van als ze dat moeten doen en dat soort zaken. Maar ik denk wel dat we daar vrij dichtbij zijn, want we zijn wel heel transparant in bijvoorbeeld als iemand bij ons binnenkomt van school, wat hij gaat verdienen, als hij een jaar bij ons werkt, wat hij dan verdient. Dus het is allemaal wel heel transparant en ook de lease dingen. Dus ik denk wel dat er heel veel mensen
min of meer wel gedeeld hebben. Alleen onofficieel. Het is niet zo dat ze het ergens kunnen vinden en wat Klaasje verdient of Pietje verdient. Ja, maar dat is dan niet zo. Ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen is weggelegd, dat zelfsturing, zelforganiseren. Ik weet dat bij Google in de begindagen ze het ook op een gegeven moment hadden geprobeerd om alle developers totale autonomie te geven. Ja. Larry Page is ook zoiets. Ja. Ik heb een ontzettende hekel aan managers. We gooien ze er gewoon allemaal uit. Ja. En toen ging er op een gegeven moment vragen aan die programmeurs van, ben je hier blij mee? En toen zeiden ze, nou eigenlijk niet. We zoeken iemand die toch een soort van leiding geeft aan ons, een soort van richting. Maar uiteindelijk merk je dat ook? Er moet nog wel leiderschap zijn in je bedrijf. Dus hij moet gewoon wel. Wie pakt dat dan op? Ja, dus je moet wel zorgen dat je de mensen erbij hebt die ook wel echt leiderschap kunnen tonen en ook beetpakken, zeg maar. Dus het is niet gezegd. Heb je dat niet dat er toch een informele hiërarchie toch weer ontstaat? Van mensen die toch iets mondiger zijn, iets meer extravert? Ja, nou, ik denk het wel. Maar ik denk dat je dat ook hier, als je naar je eigen vriendengroep zou kijken, denk ik dat je daar ook wel een informele iemand hebt die toch altijd de lead neemt, die altijd de reserveringen regelt of altijd de groep bij elkaar houdt. Ja. Dat heb je denk ik daar ook. Dus dat hebben we natuurlijk is het in ons bedrijf ook. Voor de. Ik weet bijvoorbeeld van Valve, zo'n groot gamebedrijf. Ja. Daar was op een gegeven moment een boek over verschenen. Van iemand die daar had gewerkt, die zei ook van ja, het is allemaal zelfsturend. Maar onderling zijn er een paar mensen met een ontzettend groot ego die bepalen eigenlijk alles wat er gebeurt. Ja, hoe zorg je ervoor dat niet gebeurt? We proberen ook wel dat uiteraard het team zodat retro's houden en we kijken er wel goed naar. Ik denk niet dat dat echt helemaal is bij ons op dat moment. Maar daarover zeg ik ook eigenlijk in het begin al, zelfsturend is het niet. Het moet zelforganiserend zijn. Dat is eigenlijk daar, zeg ik denk ik ook al wel iets meer. Want helemaal zelfsturend zou niet eens goed zijn, denk ik, voor een heel competest. En iedereen heeft gewoon bepaalde mate, wat je ook zegt, van ja, waar gaan we heen, daarin nodig. Zeg maar. Dus het is, wat is de definitie van zelfsturing uiteindelijk? Het is niet. Is het iets wat per definitie goed werkt bij een IT-bedrijf? Zou het ook bij een grotere organisatie kunnen werken? Zou een ING bijvoorbeeld zelfsturend kunnen worden? Nou ja, die zijn daar natuurlijk ook wel heel erg mee bezig, hè? Omdat ik denk dat Ralf Hamers het nog niet helemaal. Nee, ja, daar zit nog wel ook wel echt wel de hiërarchie in. Maar kijk, uiteindelijk, wat ik veel zie, want ik word veel gevraagd ook door bedrijven om eens te komen praten, en dan is er een manager weggefaseerd. En dan moet dat team maar zelfsturend worden of zelforganiserend worden. En ja, dat werkt vaak niet. Het moet wel echt, heel de organisatie moet het zelf omarmen en je moet ook denk ik durven. Maar kan het ook? Want alle voorbeelden die ik ken, heel misschien Semco weet je wel na, een uitzondering ergens in Brazilië, zijn het altijd relatief kleine softwarebedrijven die zelfsturend organiseren. Zou het ook kunnen werken op grote schaal? Ja, ik denk van wel. Ik denk wel dat het goed werkt, zolang je wel zorgt dat je, wat ik net al zei, dat je wel zorgt dat je leiderschap binnen je bedrijf houdt. En dat je zorgt dat je ook goed transparant bent over de doelen en de dingen die je wil halen. Maar ook over omzetten en marges en dat soort zaken. Zodat je iedereen er wel bij blijft betrekken, zeg maar. Wat moet er dan gebeuren? Want er zijn nog zo weinig voorbeelden. Dat valt me altijd op. Heel veel mensen praten over zelfsturing, zelforganisatie. Ja. Ja, je ziet het en, wel. En executie laat er nog wel wat te wensen over. Moeten er meer voorbeelden komen zoals jij, die ook grotere organisaties kan inspireren? Ja, kijk, het is altijd wel weer ook wel eng. Want wij hebben ook wel. Het heeft ons ook wel echt even geduurd voordat het goed ging werken, zeg maar. Dus je hebt wel echt een terugslag op voordat je ook daadwerkelijk daar bent. Je gaat door een soort van dal heen eerst. Ja, maar ja, als je een dal hebt, kan je nou weer hoger pieken, zeggen ze wel eens. Dus dat hoort een beetje bij. Ja, en durf je dat dal te nemen. En vaak is het natuurlijk, als je de traditionele organisatie hebt, dan voelt als heel veel dat je heel veel controle hebt, omdat je stuurt een manager aan en die manager stuurt weer een andere manager, 8 andere managers aan. En zo op die manier kan je natuurlijk vrij makkelijk je overzicht houden en je controle houden. En als je het omgooit, dan maakt het toch iets anders. Maar ik denk dat als bedrijven daar naartoe willen gaan, dat ze niet bang moeten zijn dat je ook gewoon moet sturen nog steeds af en toe. Zeg maar. Je moet nog steeds dingetjes in kaart brengen, erin stoppen, zodat je ook waar je nodig kan sturen. En dan moet je daar ook gewoon heel transparant in zijn dat je stuurt. Hoe groot moet een bedrijf zijn om hiermee te kunnen beginnen eigenlijk? Is er een soort minimum aan vast? Nou ja, wat ik net zei, we hebben een soort van mini-competest bedrijfjes binnen competest, zeg maar. Maar kan een start-up met 3 man er al aan beginnen? Ja, dat is het eigenlijk al. Eigenlijk is dat al zo. En die is al vaak heel zelfsturend, want dat gaat al heel snel en heel agile. Kijk, uiteindelijk, wat is het doel? Is niet om zelforganiserend te worden of zelfsturend te worden. Het doel is dat we als bedrijf nog steeds wendbaar zijn, snel beslissingen kunnen nemen en weinig overheid en bureaucratie in je bedrijf is. Want dat zorgt ervoor dat je medewerkers
meer gelukkig zijn in waar ze werken, meer vrijheid voelen, meer verantwoordelijkheid voelen. En zo gaat dat vliegwiel werken. En dat moet het doel uiteindelijk zijn. En niet om zelfsturend te worden, zeg maar, uiteindelijk. Dat is niet nooit mijn doel geweest. Mijn doel is geweest dat we een bedrijf kregen die blije medewerkers houden in ons stuk. En daarin krijgen we uiteindelijk vanzelf de blije klanten mee, zeg maar. Tot slot, kijken hier mensen, die zijn er misschien ook geïnteresseerd in, denken, ja. Ik wil ook zeeën van tijd hebben. Ja. Grapje. Maar wat zou de eerste stap die je moet zetten om op weg naar een zelfsturende organisatie? De eerste en de belangrijkste stap, als je dat zou willen, is goed kijken hoe je organisatie zou kunnen inrichten. Dat je vanaf het binnenhalen van het werk tot eindelijk het betaald krijgen van het werk in één team kan stoppen. Of dat je een team kan maken die geen verantwoordelijkheden heeft buiten dat team. Want als je namelijk dan weer afhankelijk bent van iemand anders, dan sla je vaak het zelfsturende, zelforganiserende ook weer dood, omdat je moet wachten op iemand anders. Je moet eigenlijk proberen iets te creëren wat gewoon volledig autonoom als een mini-bedrijfje kan werken. En dan krijg je het meestal wel heel goed voor elkaar. Hartger, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor jullie tijd ook. Ja, en jullie bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van 7D TV. Wil je meer gave ondernemersverhalen horen zoals die van Hartger? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, de podcast via alle bekende kanalen en natuurlijk ons YouTube-kanaal. Voor nu heel graag tot de volgende keer.